Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Diana de Grave voor een gesprek over gezondheidseconomie en onderwijsbeleid. Wij zijn Christine en Lothar en u luistert naar Profcast. Welkom professor Diana de Grave bij onze podcast, genaamd Profcast, hier in onze bescheiden studio op de Antwerpse Stadscampus. U bent professor gezondheidseconomie, onder andere. Daarnaast bent u ook heel actief in het doseren van economie aan heel veel verschillende groepen. En u bent ook heel nauw betrokken bij het onderwijsbeleid van de faculteit. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Dat is een beknopt overzicht. Is het leuk om gezondheidseconoom te zijn tijdens een pandemie? Nee. Jawel. Wel, ik ben niet meer van de jongste. En dus je ziet dat in een carrière op de universiteit is het toch wel gebruikelijk dat je eigenlijk een stukje wegschuift van het onderzoek en eigenlijk meer beleidstaken opneemt. Ik ben, denk ik, nu 7 jaar voorzitter van de onderwijscommissie. Eigenlijk is dat een heel erg opslorpende taak. En als ik heel eerlijk ben, dan is het uitbreken van de pandemie was voor mij overweldigend als voor aanpak van het onderwijs. En ook heel confronterend als gezondheidseconoom, omdat ik het eigenlijk niet kon bijhouden. En omdat ik dus eigenlijk toch minder gewapend was om mij, zal ik dat maar zeggen, te moeien in het gezondheidseconomisch debat rond de pandemie. Gewoon omdat je niet voldoende mee was met de nieuwe wetenschappelijke bevindingen die continu eruit rolden. Hè? En dus daarom zeg ik nee, het was niet zo leuk, omdat ik er eigenlijk niet voldoende zelf aan kon participeren. Hoewel ik dacht, oei, het is aan mij aan het voorbijgaan. Zonder een actieve rol te kunnen spelen. Ja, dan gebeurt er eens iets na al die jaren carrière. Voilà. In het gezondheidseconomisch actuele gegeven en dan kan je er niet bij zijn. Wij hebben een artikel over jou gevonden van ondertussen 11 jaar geleden, of 12 jaar geleden, uit 2009. En daar gaat het over een soort van ranking van landen uit de EU wat betreft hun gezondheidszorg. En toen deed eigenlijk ons zorgsysteem het niet geweldig goed, niet geweldig slecht. We vielen net uit de top 10. Ja, dus het is veel verbeterd ondertussen. He, omdat jullie het artikel doorgegeven hebben, heb ik natuurlijk eens nagegaan toch, hoe de evolutie doorheen de tijd. Dat wilden wij ook weten. Wij wilden een update. Heel expliciet over die index geëvalueerd is. En dus goeie nieuws. We zitten nu in de top 5. We zijn net op de 5e plaats gekomen. Nederland is verstoten van de eerste plaats. En staan ze nog boven ons? Ze staan wel nog boven ons. Ze staan nog op de 2e plaats. Dus Zwitserland is op nummer 1 gekomen. Nederland nummer 2, Noorwegen 3 en Denemarken 4. En dan België op de 5e plaats. Eigenlijk zou je dat in een kop kunnen samenvatten als spectaculaire vooruitgang voor België. Ik denk dat de evolutie, ik bedoel in tijd... Dan het meetmoment dat een 10 jaar is. Dus in 10 jaar tijd zijn we 6 plaatsen opgeschoven. Trouwens hebben vele van de andere landen het ook in die periode beter gedaan. Dus wij hebben het nog meer beter gedaan dan de andere landen, zodanig dat we in de ranking naar voren gegaan zijn. Dus op zich is dat wel goed heel, nieuws. Heel goed nieuws. We mogen trots natuurlijk, zijn. Dit is een krantenartikel. Oei. En dus ik heb het nu ook samengevat als een nieuw krantenartikel. Ik had toen zelfs al en nu ook... ik denk dat deze index nu niet de meest wetenschappelijk onderbouwde index is die er is. Dat zijn een aantal indicatoren. En als je die meet... Bijvoorbeeld, hoe zijn de wachtlijsten?
is een van de vragen. Ja, is dat goed, gemiddeld of slecht? En met goed krijg je 3 punten en met slecht krijg je 1 punt. En zo beginnen we alles op te tellen. Allee, ja, ik bedoel, ik denk dat er meer verfijnde meetmethoden mogelijk moeten zijn. En ook de indicatoren, dat is een set van indicatoren. En ik heb... in de literatuur zijn er wel betere indicatoren die kunnen opgevolgd worden. Dus ja, die ranking... De ranking zijn er... Ja, je kunt volgens mij niet heel je gezondheidszorg samenvatten in 1 getal. Hè? En dan nog dat 1 getal vergelijken over andere landen. Want die context ook op andere domeinen is anders. Dus, die rankings, ik zou er nu niet zoveel aandacht aan besteden. Allee, we moeten natuurlijk wel meten en opvolgen. Hè? Het is ook niet dat ik het volledig van tafel wil vegen, maar nu echt zeggen... Ja, België staat dus zeker op nummer 5 van al die landen die er onderzocht zijn. Ja, dat is maar hoe je dat bekijkt. We vroegen Diana de Grave naar de werkpunten van de huidige gezondheidszorg in België. Mentale gezondheidszorg, denk ik. Is dat ook wel extra aandacht nu ook heeft gekregen tijdens onze... Ja, tijdens deze gezondheidscrisis is dat toch wel steeds meer naar boven gekomen, ook in onze context, het mentale welzijn van onze studenten. Ja, ik denk dat wij vooral geconfronteerd zijn met het feit dat daar heel weinig aan gedaan is. Ja. En dus dat maakte mij ook mee wakker, dat dat effectief iets is dat toch altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld is bij ons. Ik denk eigenlijk dat nog heel veel... stappen gezet moeten worden. Ik denk ook dat we op vlak van geneesmiddelenconsumptie nog wel vooruitgang mogen maken. Daar zitten we toch nog altijd met heel veel consumptie. En dan een derde punt waar ik nog wel naar zou willen kijken. Of ik wil de andere punten ook, maar ik heb niet veel tijd niet meer om nog veel dingen te doen. Wij hebben echt nog veel tijd, hoor. Allee, ja, ik kan natuurlijk wel nog tot 75 aan de slag, maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Je bedoelt dat je zelf niet meer veel tijd hebt om... Voilà, om het op te nemen als onderzoekspunt. Ah, oké, ik dacht voor de podcast. Maar dus het meeste zin om nog iets mee te doen is op het domein van de supplementen. In België heb je, en voor de, als wij zorg consumeren, dus we hebben onze per prestatie financiering. En dus hoe zit dat in elkaar? Eigenlijk in overleg wordt voor elke prestatie een tarief afgesproken. Tussen de verzekering en de zorgverstrekkers wordt er een vast tarief afgesproken. En er wordt ook bepaald... Het deel dat de patiënt daarvan zelf zal moeten betalen, het remgeld en het stukje dat terugbetaald wordt. Dus dat is allemaal perfect geregeld. Maar artsen kunnen daar bovenop. Ze hoeven niet in alle omstandigheden het afgesproken tarief, het conventietarief, te respecteren. Ze kunnen ook nog daar bovenop supplementen aanrekenen. Ook... Dat is afgeremd. Ik bedoel, men heeft dat proberen meer en meer aan banden te leggen in de ziekenhuizen. Dus in de ziekenhuizen is het stelselmatig verminderd in welke omstandigheden dat je supplementen mag aanrekenen. Dus nu kan het nog altijd, voornamelijk in 1-persoonskamers, nog met extra voorwaarden, maar ik bedoel in 1-persoonskamers. Want dat is natuurlijk... En wat zie je dan nu eigenlijk? Ja, dat... Als je dat afremt in meer en meer settings, ja, dat het eigenlijk gewoon communicerende vaten zijn en dat de supplementen blijven aangerekend worden, maar in hogere omvang, in die settings waar het nog wel kan natuurlijk, en dat is dan in geen persoonskamers. Maar wat ik even verontrustend vind, dat is... Dat ik het gevoel heb, maar dit is een gevoel, wordt eigenlijk onvoldoende goed geregistreerd, dat er ook meer en meer supplementen aangerekend worden in de ambulante zorg. Dus ook daar
Als je een niet-geconventioneerde arts hebt, dan kan die supplementen aanrekenen. In principe moet je aankondigen in zijn wachtzaal of dat hij niet geconventioneerd is en dat hij supplementen aanrekent. Nu, ik maak daar een... Ik vraag aan iedereen of dat ze dat... Iedereen in mijn dichte en verre familie die een arts consulteert, die moet de wachtzaal inspecteren of het aangekondigd is. Wel, dat is haast nergens aangekondigd. Niemand weet ook, of heel weinigen weten dat ze die betalen, die supplementen. Dus ik kijk ook standaard bij zoveel mogelijk mensen na. Wat is het conventietarief en hoeveel heeft die arts dan effectief aangerekend? Is dat vermeld op het ziektebriefje? Of heeft hij dat gewoon aangerekend? En dus ik zie daar mogelijk problemen. Diana is ook voorzitter van de onderwijscommissie van de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Wij hebben een aantal opleidingen. Ik heb ze er juist al genoemd. Ja, we moeten ervoor zorgen dat curriculum goed opgebouwd is. Een opleiding zijn verschillende opleidingsonderdelen. Zijn die allemaal goed op elkaar afgestemd? En op het einde van de rit, het geheel, dekken we dan af wat we zouden willen afdekken. Allee, wat willen we nu dan? Dat een handelsingenieur op het einde van de rit, de competenties die hij moet realiseren, welke zijn dat, denken we? En realiseren ze die? Dat is eigenlijk het stukje dat je gaat proberen te doen. En dan natuurlijk ook altijd kijken naar verbeteringen. Dus te realiseren misschien... Het eindresultaat is misschien positief. Laten we hopen, ja, het is positief. Absoluut. Maar er zijn natuurlijk altijd nog verbeterpunten mogelijk. En dus moet je opvolgen en proberen te verbeteren. Je moet ook zien dat je niet te gefixeerd bent op wat dat is. Dat is vooral dat is een woordje van onze nieuwe decaan, future-proof zijn. Dus we moeten zien dat we voldoende vernieuwen. Dus dat we voldoende de blik naar de toekomst werpen. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar de onderwijscommissie mee bezig is. Het is eigenlijk globaal, maar het is ook vaak soms... ook nitty-gritty, de kleine details. Het is ook één opleidingsonderdeel. Hoe zitten de evaluatievormen van dat opleidingsonderdeel in elkaar? Als er pijnpunten gesignaleerd worden, moeten ook daar op detailniveau eigenlijk proberen in te springen. Corona bracht heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor Diana en haar team. Je mag het aan iedereen vragen. Ik denk dat de eerste reactie altijd is, we hebben nu een switch gedaan naar dat online gebeuren. Dit is een schokeffect. Iedereen is in het online gebeuren moeten stappen. We hebben daar iets gerealiseerd dat we op geen enkele andere methode, door geen enkel ander initiatief zouden we meteen zoveel mensen meegekregen hebben. Ja. En dus sommigen gaan daar iets geproefd hebben dat hun ligt. Die anders misschien niet de stap gezet hebben, die hebben nu een eerste stap gezet en die gaan gestimuleerd zijn om daarmee verder te gaan. En dat denk ik dat heel positief is voor de toekomst. In de toekomst gaan we meer blended vormen hebben, waarbij... hetgeen dat we nu geleerd hebben in de corona-overgang, dat we gaan meenemen naar de toekomst. Het zal een mix zijn van onderwijs op de campus en van ook online vormen. En niet iedereen gaat in dezelfde mate meedoen, maar er gaat een grote stap vooruit gemaakt worden en daar gaan we echt verbetering... Dat zie ik als een heel positieve evolutie. Ik denk dat die er ook zou geweest zijn zonder corona. Ik denk dat die er alleen... Want we waren daar al mee bezig. Maar we hebben nu meer mensen over de streep getrokken en dus het gaat sneller gaan. En dus dat is iets...
daar zie ik eigenlijk geen probleem in. Dat is een voordeel van corona. Diana is opleidingsverantwoordelijke voor de bachelor Sociaal-Economische Wetenschappen. Mijn hart ligt bij Sociaal-Economische Wetenschappen. Ik heb zelf... Toen bestond zelfs economisch beleid nog niet, maar ik bedoel, in huidige termen zou ik economisch beleid gevolgd hebben. Maar mijn hart ligt toch meer bij sociaal-economische wetenschappen. Als we terugkoppelen naar het begin, interdisciplinariteit, mijn samenwerking met mensen uit de gezondheidssector, met artsen, vind ik... soms veel boeiender dan samen te werken met economen. Oei. Ja, ik zeg het. Het is raad. Mijn samenwerking met sociologen ging in dezelfde richting. Allee, ik bedoel, voor die gezondheidszorg is die sociologische benadering en die medische benadering en die economische benadering vind ik een schone mix. En dus met EZW zit je daar eigenlijk een stukje mee. Dus dat is eigenlijk echt wel een opleiding die zelf... die ik terug zou volgen, mocht ik als studiekiezer er zijn. En dan denk je natuurlijk dat iedereen dat de beste opleiding vindt die er bestaat. En dus ja, ik wil die promoten en ik wil die meer bekendmaken. Uiteraard, de context van de universiteit is dat men meer aan internationalisering wil doen. En daarbij ook voornamelijk... op bachelorniveau beginnen mee te spelen, want daar stonden we eigenlijk nog nergens. Ja, dan leek mij sociaal-economische wetenschappen vanuit praktisch oogpunt, of vanuit, praktisch is misschien niet juist de term, vanuit haalbaarheidsoogpunt een zeer goede keuze, omdat je die opleiding ondersteunt vanuit twee faculteiten. En dus in dat op zicht is het, heb je een breder draagvlak binnen de universiteit om door de schouders achter te zetten om van een nieuwe Engelstalige opleiding waar niemand ervaring mee had om er iets van te maken. Dus ik zag dat altijd als zeer interessant om net sociaal-economische wetenschappen als eerste bachelorproject naar voren te schuiven. Ja, en het tweede aantrekkelijke van de Bachelor Sociaal-Economische Wetenschappen is dat je daar kunt gaandeweg gaan diversifiëren. En dus ofwel meer in de richting van sociologische, politicologische richting uitgaan, of de meer bedrijfskundige richting kan uitgaan, of de meer zuiver economische richting kan uitgaan. En dus voor die specialisering was er al wat Engelstalig aanbod. En dat kan je dus onmiddellijk zo ook gebruiken in die nieuwe Engelstalige bachelor. En je opent toegang tot meerdere masters in het Engels die we al aanbieden in de faculteit. Dus dat was een tweede voordeel, denk ik, om te starten met de bachelor van Sociaal-Economische Wetenschappen. Diana de Grave werkt al bijna heel haar carrière aan de Universiteit van Antwerpen. Ik vind dat de universiteit veel competitiever geworden is. We moeten echt wel, alles wordt veel meer gemeten. En een prof is eigenlijk wel een individualist, hè, voor een stukje. En ja, ik soms heb ik wel het gevoel dat er een rat race bezig is. Want je wordt vergeleken met de lat van het gemiddelde, zal ik maar zeggen. Maar die lat verschuift altijd maar en daardoor wordt de competitie natuurlijk altijd groter. Om één voorbeeld te geven, dat is een voorbeeld wat er weinigen zo direct begrijpen. Ik ben gedoctoreerd in 1989. In december heb ik mijn doctoraat gehaald en men was toen tevreden omdat men opnieuw zijn eerste doctoraat voor dat jaar had binnengehaald. Dus één per jaar was toen een mooi gemiddelde.
Dus ja, 89, dat is echt wel heel lang geleden, maar dat is niet... Ja, het is wel de vorige eeuw, maar... Ik zit hier nog altijd. Het is nog... Ja, in mijn generatie... U herinnert zich, het zich nog alsof het gisteren was. Ik herinner het me alsof het gisteren was, uiteraard. En dus ja, als je ziet... Nu, ja, een decaan is niet meer aanwezig, want er zijn zoveel doctoraten dat hij niet meer al die verdedigingen kan bijwonen, natuurlijk. Dus ja, dat is één element. Hè. Maar er wordt ook veel meer gepubliceerd enzovoort enzovoort. Mijn doctoraat... Uiteraard, je moet ook zien, ik ben niet naar het buitenland geweest. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen. Ben dan eventjes naar Leuven gegaan als onderzoeksmedewerker. Ben dan teruggekomen naar Antwerpen om als assistent, mandaatassistent, en om hier te doctoreren. Maar ja, mijn ouders die hadden niet gestudeerd. Tot hun 12 en 14 jaar zijn die naar school gegaan. Dus ik zit natuurlijk niet in zo'n... universitair diploma halen, dat was al top genoeg. Een doctoraat, ja, dat was buiten de droom, bij manier van spreken. Dus ik heb mij nooit zo competitief... Ik wilde nooit op internationaal niveau meespelen, zal ik zeggen. Maar dat hoefde toen ook minder. Ik bedoel, er waren wel internationale collega's waar ik mee samenwerkte. Maar ik bedoel, ik had toen zeker niet zo de ambitie om naar het buitenland te gaan... Heb ik dan ook niet gedaan. Dus ik bedoel, ik ben niet degene die zo ambitieus was. Mijn doctoraat, daar is eigenlijk niks uit gepubliceerd. Dat werd toen ook... Ja, sommigen deden dat wel. Want die waren al internationaler ingesteld. Allee, competitiever en ambitieuzer ingesteld. Dat was ik niet. En ja, allee... Mijn doctoraatsonderzoek was gezondheidszorgonderzoek. En toen was Vivina de Meester, minister van Volksgezondheid. Zij heeft het gelezen. Hè? Ik bedoel, en zij heeft het stukje gebruikt. En dat was voor mij top. En ik bedoel, het was zeker beleidsrelevant. Ja, dat publiceren hoefde niet per se. Mijn doctoraat was ook in het Nederlands. Dat was toen gebruikelijk. Ja, dat kunt u allemaal niet meer inbeelden. Dus het is wel begrepen. De grootste kost aan mijn doctoraat was de aankoop van een computer. Die kostte 100.000 Belgische frank. Dat was toen veel geld. En nu kost hij in euro, het zal hetzelfde bedrag zijn, maar we zijn natuurlijk alleen de inkomsten waren zoveel mee. Dus dat was een grote investering. En ja, je kunt je dat niet inbeelden. Mijn masterproef heb ik nog geschreven. En dan getikt. En als ik fouten maakte, dan moesten we in een tintenkiller en dan de lijntjes over. Ze konden niet inbeelden. Dus dat zijn, ja, ik bedoel, dat zijn wel heel grote evoluties die er gebeurd zijn. Hè. Introductie van de computer is eigenlijk gebeurd tijdens mijn carrière. Zeker de PC, de computer, niet helemaal PC. Ja, dus ik heb nog met ponskaarten rondgelopen. Ik heb ze zelfs nog laten vallen en dan moest ik die helemaal terug sorteren. Ja, dat is bij mijn doctoraat gebeurd. Dus dat is een andere wereld. Een andere wereld. De internationalisering. Ja, internationale docenten, wij hebben er nu veel als je dat vergelijkt met toen. Hè. Dus dat zijn de grote internationalisering en competitie, denk ik, ja, toch wel als... Is dat voldoende? Ja, dat is wel interessant om zo... Inderdaad, dat er op 30 jaar, door de komst van de computer en de smartphone en zo, eigenlijk zoveel veranderd is. Ja, dat verandert die job gewoon helemaal. Dat verandert die job veel en je kunt je daar... Ja, je beseft dat zelf niet. Nee. Want daar ben ik mee, hè. Ik heb ook een laptop nu. Ja. Dit was Profcast met Diana de Grave. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be/profcast.